zijn ze klaar voor de core pilates. We gaan beginnen met de benen wijd. Kijk, kijk. Jouw hoogte,
Nog 4. 3. 2. 1. En kom hier staan. 2 voeten. Laatste oefening. Volg je linkerarm naar achter. Volg je rechterarm naar achter. Laatste warming oefening. Ja. Nog maar 4. 3. En nu om en om. Ietsje sneller. Hoi. Een bal. In de lucht. Armen stil. Rol de schouders. Rol met je ellebogen. Hoog. Ja, nog een keer. Klein. Met je ellebogen. En met gestrekte armen. Nog 2 keer. Shoulder. Elleboog. Helemaal. Schouder. Voel dat die schouderbladen elke keer weer plat op je rug landen. Heel belangrijk tijdens de grondoefeningen om dat ook zo te voelen. We gaan de mat op. Kom voor aan je mat zitten met je voeten tegen de mat aan. Komt de heupbreed uit elkaar en een crunchje. 2 en terug. 2. Crunch. 2. Terug. 2. Armen blijven voor. En kom je steeds helemaal terug op je zitbotten. We maken een crunch. Crunch. Trek je armen. Terug. En op je zitbotten. Crunch. Terug. Terug. En 3. Het aantal herhalingen is steeds 12. Het is oké, dan heb ik 5. 6. Ja. 7. 8. Ga door. Niet in die bed, blijf een stukje maar. Spanning op met je bovenbenen. Nog 1. En kom helemaal rechtop. We gaan liggen op de rug. Laat je linkervoet staan. Lift je rechterbeen in de lucht met je knie gebogen. En je armen vallen in een V naast je lichaam. Schouderbladen plat. En cirkel met je knie als middelpunt. Kleine cirkels. Naar je toe, van je af, zijwaarts, naar voor en naar je toe. Lange nek. Ken je bovenlijf. 1 rechte lijn. Van je stuit tot aan je kruis. 3 keer nog. Nog maar 2. Nog maar 1. Plaats je handen achter je hoofd. En crunch. Crunch en strek. Neus naar je knie, knie naar je neus. 3. 4. Een rechte lijn. Een rechte intrekken. Recht daarvoor wegstrekken. Nog 4. Je schouders komen een klein stukje van de mat. Nog 2. En 1. Plaats je voet neer. Leg je arm weer naar 2. Winkel nu boven je hoofd. Heup. En we gaan weer cirkelen met links. Je knie is het middelpunt van de cirkel. We warmen rustig de spieren aan de binnenkant en de buitenkant van je heup op. En voel maar dat je buikspieren door de cirkelen ook aanspannen. Zie je lastig te voelen? Leg één hand op je buik. En voel maar je activiteit onder je hand van je buikspieren. Crunchje. Dus dat je knie en strek. Strek. 3. 4. En 1. Plaats je voeten wat dichter bij je zitvlak. We leggen de armen helemaal langs ons lichaam. Schouderbladen plat. Kijk schuin naar het plafond of langs je borst, bovenbenen. En lift je heupen van de mat. Duw de vloer onder je voeten weg. Hip lift. Duw je armen wat meer tegen de mat nog 4.
3, 2 en blijf boven. We stappen met de rechts naar voren. Links naar voren, rechts de rug, links de rug. En je focus op het stilhouden van je heupen. Blijf opduwen. Hoog op je schouderbladen. En 5. Voor de achterkant van je lichaam. 6. Voel dat die heupbotjes stil blijven. Masseer de vloer. Pak de vloer met je voeten. Nog 4. En lig je gelijk verdeeld met je gewicht. 3. Nog maar 2. Nog 1. Zak even naar beneden. Beweeg je beide knieën naar je borst. Neus naar je knieën. Rug rond maken. Mooi vasthouden. En kom hier liggen. Met je hoofd tegen de mat. Je voeten helemaal gesloten. En we liften het bekken weer. Armen dit keer zijwaarts, schouderbreedte. En open je knieën. Open, elke één kant, klein stukje maak. Ook weer voor de buitenkant van je heupspieren, binnenkant beenspieren, heupspieren. Lift je borst op. Ja, voel je wat? Hou je stuit hoog. Nog 4 te gaan. 4, 3, 2. En 1. Roll down, slowly. Oh, rechterbeen in de lucht. Gestrekt, jouw strekking. Linkerbeen op neushoogte. Lift je hoofd en schouders. Pak je rechterkuit vast, de ellebogen naar buiten. Scissor, schade. 2, 3, 4. Kom wat hoger met je schouders van de mat. Drie te gaan. Twee te gaan. 1. Beide knieën in. Boven je heupen. Schouderbladen plat. Armen vallen weer opzij. Hip lift. En hip lift met je beide benen in de lucht. Hou ze zo stil mogelijk. 4. Alleen je stuit. 6. 7. 8. In adem omhoog. 12. Knieën buigen in een hoek van 90 graden. Benen iets uit elkaar, heupbreedte. Handen achter je hoofd. We strekken om en om de benen weg. En draai voor de schouderbuik. 1. 2. 3. 4. Ben je vanochtend opgestaan met lage rugklachten? Plaats je voeten dan op de mat. Stevig en stabiel. En dan kan je ook gewoon schuine buikspieren trainen. Ja? Dit is iets zwaarder. Voor de rug, dag. De laatste 4. 3. 2. 1. 1. Knieën weer in. Goed gedaan. Doe er nog één setje. Knieën boven de heupen. Enkels bij elkaar. Armen van opzij. Laat je knieën zakken naar links. Terug in het midden. Dan gaan we met je aandacht naar je rug. En voel welk deel van je rug de mat raakt. En welke loskomt als je knieën opzij laat zakken. Trek je navel extra in. 1, 2, terug, 2. Nog 4 keer om en om. 4. 3. Nog 2. Nog 1. Laat je knieën helemaal doorzakken. Je laat je linkerhand liggen. De rechterhand achter je hoofd. En crunches. Op en neer. Op en neer. Je knieën hoeven niet
zij. Omhoog. Op handen en knieën. Even opnieuw aankleden. Handen onder je schouders. Knieën recht onder je heupen. En strik je rechterbeen naar achter. Linkerarm naar voren. Pointen. En langzaam tillen. De kracht zit dan in het terugplaatsen van je hand en knie. Hou goed de ruimte tussen je beide knieën, heupbreedte. En zodra je je benen achterstrekt, duw je je voetzool wat steviger tegen de mat. Nog twee keer. Nog één keer. Plaats je rechterhand terug. En pulsen. 12, 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5, nog 4, 3, 2, hou je benen stil. Daar komt ie. Handen iets naar voren plaatsen en push down. Hou je been in de lucht. 2. Dus je been blijft op veel hoogte, je buigt alleen je ellebogen in de richting van je taille. Dus smalle pushen. Ja, ja. Navel in. Doe wat gaat. Nog 4 voor de liefhebbers. Anders stop je even. 3. Nog 2. Je traint hier ook je triceps. Onder andere achterkant bovenarmen. Onder andere. De rest van je lichaam. Scherp je ook mee. Rechterbeen naar achter. Lift je been op deel hoogte en puls. 2, op, 2, op, 2, op. Je kijkt naar 1 punt. Schuin naar voren. 4, 3, 2. Hou stil. Ga met je handen wat naar voren. Push down. Go. 1, 2, op, 2. Duw je vleugels wat steviger tegen de mat. Yeah.
Dus vanuit je heupen ga je buigen. Tot horizontaal met de vloer. Hou je buik opgespannen. Plaats je tenen tegen de maat. 1, 2, op. 2, 1. Strek je rechterbeen naar achter. Strek je linkerbeen naar achter. We blijven lopen. 30 seconden vanaf hier. Wijd, wijd, smal, smal. 2, 3, 4, 5, 6. Ga op. Andere kant stappen. Kom naar je plankpositie. Handen recht op je schouders. Stip je benen. Links gaat eerst. Go. 30 seconden vanaf hier. Go. Go. Links, rechts. Links, rechts. Borstbeen tussen je duimen. Duw de vloer weg. Dat helpt altijd. Elleboog licht gebogen. Ga door. 1, nog 5 seconden. En nog 1. Kom op je knieën landen. Oh, goed gedaan. Vanuit hier gaan we plat op de buik. Plat op je buik. Curl goed je handen. Benen zo smal mogelijk. Lift je armen, borst. En je benen, dat zijn lijstjes tijd. Op, twee, terug, twee, drie, vier. Ja, voor de achterkant van je lichaam, vooral je rug. Spieren versterken hier, die kleine rugspiertjes. En je buik werkt altijd mee, hè? Als je buikspieren werken, werken ook je rugspieren. En werken je rugspieren, werken ook automatisch je buikspieren. Trek wel je navel een klein beetje meer in. Vooral omdat je op je buik ligt. Dan ben je geneigd om je buik los te laten. Span hem maar op. Trek je link wat strakker. Nog maar 4. Nog 2. Nog 1. En kom liggen. Benen ietsjes bijna uit elkaar. Leg ze tegen de mat gestrekt. Armen langs je lichaam en we pulsen. Lichte borst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kom rustig naar beneden. Handen in je schouders. Support jezelf omhoog. Handen in knieën. En maak een mat cast. Maak een volle rug als tegenhouding. Laat je tenen tegen de mat. Wandel met je voeten tussen je handen. En buig je knieën en strek je benen. Ja? Zo oefening. Laat je hoofd hangen. Buig. 2. Hou je buik dicht bij je bovenbenen. Deze oefening is voor de stretch over de achterkant van je benen. Jouw strekking. En je hoeft vooral niet door te duwen, hè? Die knieholtes. Laat je hoofd hangen. Laat, twee,
Nog vier keer. Nog twee. Mag het licht dus recht voelen op de achterkant van je benen als je benen strekt. Haal vast. Buig je knieën omhoog bewegen. Dan gaan we weer liggen voor de series of five. We beginnen met een single leg stretch. Kom licht op de lucht. Leg de knieën boven je heup. En linkerbeen is op neushoogte. Leg je hoofd en schouders. En dan gaan we in. Twee lijken die eerste oefening die we deden, maar die deden we schuin. Deze doen we recht. 5, 6, 7, 8. Nog maar 4 to go. 3, 2, 1. Knieën boven de heupen. Je hoofd leg je neer. Handen achter je hoofd. Flex je voeten. Duw je voeten maar weg. Naar voren. 1, 2, terug. 2. Check je borst. Laat je ribben laag blijven. Dan weet je zeker dat je buikspier aanspant namelijk. Duw. 2. Duw je stuit wat meer. Tegen de mat. En goed gedaan. Lift je hoofd en schouders. Lift je arm naar voren. En beweeg je bovenbenen. Klein stukje verder naar voren voor de handrest. Sla met je armen op het water. Hou je kin in. Tik, tak, tik, tak. Wil je meer kracht voelen in je buik? Beweeg je benen nog een beetje meer naar voren. Puls. 2, 1, 2. Kin is in. Nog 4, 3, 2 en 1. Steek eerst je knieën in naar je borst. En kruis dan je enkels. Plaats je handen op je teken. Lift je hoofd en schouders. En we gaan rollen. Rolling like a ball. Eerst klein. De afstand tussen onze knieën en onze schouders blijven gelijk. En dan steeds een beetje groter. Ja. Dit is alleen fijn op een wat dikkere mat. En als je een dun matje hebt, doet het een beetje pijn. Sla hem dan over. 4, 3, 2 en 1. Einde. Achter je zitvoeten met je borstel. Beweeg je benen in een hoek van 90 graden. Armen strek je naar voren weg. Flex je voeten. En we gaan vanuit deze boot wegduwen. Strek en terug. 2 en 2. Vanuit de les weet ik dat veel mensen deze oefening niet zo heel leuk vinden. Doe wat graag, je mag hem ook gewoon stil houden. Dan blijf je gewoon hier zitten of je pakt je benen aan de achterkant vast. Ja, ondertussen dat doen we er nog 4. 3. 2. En nog eentje. Oké, plaats je voeten maar neer. Strek je benen naar voren. We gaan op en afrollen. Maar het draait. Dus draait naar voren. Kom via de rechterzijde van je lichaam naar beneden. Beweeg je armen overhoog. En via de linkerzijde kom je weer op. Ja. Mijn headset zit nu weg. Oké, kom maar. Via de rechterkant. Armen boven je hoofd. Door via links. Terug. Via rechts naar beneden. En wat belangrijk is. Is dat je jouw strekking houdt in je benen. Dus je mag best je knieën wat gebogen houden hoor. Zo gaat die ook naar de. Ja. Laten we nu nog 4 maken deze kant op. Je spant je bilspieren een klein beetje aan. Klein beetje.
even liggen. Benen bij elkaar, lift je over de schouders. Kom omhoog via links. En dan gaan we via links terug. Via links. Voor nu, plaats je rechtervoet tegen de mat. Lift je linkerbeen tot kniehoogte. Roll down. Adem in, zet je armen via zij en roll up. Dit is de teaser. Ja? Dus knieën goed aan elkaar, roll down. Armen schuiven op je hoofd, zet je armen via zij en doe hem omhoog. Vind je dit niet zo'n heel fijne oefening? Plaats dan twee voeten op de vloer. Dan kan je hem ook heel goed met twee voeten op de vloer doen. Het is alleen maar extra uitdaging. Kom maar naar beneden. En nog één. We doen het vier keer. Met je linkerbeen weggestrekt. En wissel. Vier keer met je rechterbeen weggestrekt. Andere kant.
gedaan. En kom weer weg. Met je benen naar voren zitten. Een korte stretch tussendoor. Kom maar naar voren buigen. Benen wijd in de lucht. Laat je hoofd hangen. Even neutraliseren. Voel het verschil tussen je linkerbeen en je rechterbeen. Dat gevoel dat je nu links hebt, gaan we nu aan de rechterkant opbouwen. Heel fijn. Kom liggen op je linkerzij. Slip beide benen weg. Hand onder je hoofd. Andere hand voor je navel. En pas, zit. Pas, zit. Met je grote teen. Langs de binnenkant van je kuit. Tot je kniehoogte. Leg je hoofd echt neer. Deze les duurt nog 10 minuten, nog 5 minuten krachtoefeningen en daarna 5 minuten stretchen. Goed gedaan, we gaan cirkelen naar voor, omhoog en naar achter. Voor, omhoog, achter en weer. Klein eerst. En is je stand been sterk, dan gaan we het groter. Leef je nog 4 keer uit. 4 keer. Hou je hiel naar voren. En lift to left. Op en neer. Klem die binnenkant van je benen tegen elkaar. Hou je benen boven, draai de hielen naar voren en we gaan voor de sisser. 1 naar voren, 1 naar achter. Ja, kom niet echt helemaal in die mat liggen, maar maak je houding licht. Zodat je het gevoel hebt dat je iets boven de mat ligt. Ja. En dat doe je door je lang te maken. Maak je lang. Laatste 4, 3, 2, 1, 1. Benen bij elkaar, hokken naar je zitplaat. Support jezelf omhoog. We plaatsen onze onderarm op de elleboog. Leg onder de schouder, vuist tegen de mat. Knieën naar achter, lift je bekken op. Hand achter je hoofd. Strek je rechterbeen opzij en maak cirkels. 2, 3, voorstop. 4, 3, 2, andere kant op. Nog 4, 3, 2, 1. Knie op elkaar. Heel goed. Strek de benen weer naar voren. En stretch voor. We gaan staan voor de laatste oefeningen. Laatste oefeningen. En dat is uitstaplunge. Naar voren, voeten heup breed met elkaar. En we stappen met rechts naar voren. Om en om links naar voren. 12 herhalingen. Dus je stapt 1 en terug. 2 en terug. Blijf goed rechtop. Achterste hiel. Kom los. Is 4. 5. 6 7 Blijf goed rechtop. 8 9 10 11 En 12 12 Goed zo. Volgende is op 2 voeten smal. We maken 2 squats en dan stappen we 2 stappen naar links. Dat gaat zo. 1, 2, stap, stap, stap. Strek,
weg. Blijf beneden en stap maar zijwaarts. Ja. Wacht maar af, wat er gebeurt. Wat voel je in je lijf? En stap, 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 stap. Strek, buik, strek, buik, stap, stap. Lekker hè? Hou vol. Het is je laatste oefening, we zijn er bijna. En strek. Ja, nog één keer terug. Heel goed gedaan. Schud even los. Dan gaan we de staande stretch doen met elkaar. Ik zet heel even andere muziek op. Of zacht. Belangrijk altijd. Cooling down. Even wat easy listening. Alleen onze cd-speler die pakt niet zo goed. Is ook al een beetje niet van deze tijd. Maar wel makkelijk als je filmopname moet maken met je telefoon. Dan is een cd'tje wel heel makkelijk. Nou, daar komt hij. Kom maar alvast staan op twee voeten. Nou, dan maar geen muziek. Voeten breed uit elkaar. Neem je linkerarm mee in de lucht. Plaats je vingers tussen je schouderbladen. En pak je elleboog vast. Voel de lengte langs de voorkant van je lichaam. En beweeg je elleboog tot schouderhoogte. En neem dan je elleboog mee richting je rechter oksel, borst. Voor de spieren die lopen over de achterkant van je schouder. Die spieren hebben we veel gebruikt om te fixeren, om je lichaamshouding te fixeren. En dan doen we ook de andere kant. Pak je elleboog vast. Vingers tussen je schouderbladen. En je doet krachtoefeningen, maar je merkt op het tempo wat we vanochtend hebben gedaan, dat het best ook wel je hartslag omhoog brengt. Het is natuurlijk niet te vergelijken met de cardiotraining, maar er gebeurt echt wel wat. Maar het doel van Pilates is echt stabiliseren, spierversterking. Alright. Laat je armen zakken, rol je schouders. En stap dan je linkervoet naar achter. Voor de stretch over je kuit, laat je heel rustig zakken. Je tenen wijzen helemaal weg naar voren. Voorste knie is gebogen. Neem je armen vanaf laag mee omhoog. Adem in. Schuin boven je hoofd. En wissel. Andere been. Leg je rechterbeen achter. Zorg ervoor dat de tenen recht staan. Dat is wel belangrijk. Want anders voel je net niet het midden van je kuit. Dus vooral je achterste voet, het liefst nog je tenen een klein beetje naar binnen draaien. Laat je heel rustig zakken richting de vloer. En dat betekent niet dat je helemaal je heel op de vloer moet plaatsen. Hij mag er wat boven zijn. En buig dan je voorste knie iets meer, zodat je de stretch goed voelt. Dan gaan we, neem je armen mee omhoog. Adem in. En adem uit. Kleine balans en stretch. Je mag jezelf ook vastpakken. Lift je linkerknie. En kruis je voeten over je dij. Buig dan je rechterknie. En plaats één hand op je enkel. Één hand zachtjes op je knie. Zonder te duwen. En wat voel je dan? Waar voel je het in je lijf? Als je merkt dat je heel erg wiebelt, pak dan gerust een stoel vast. En wissel. Andere been kruist over.
diep in. Blaas uit. Nog twee, adem diep in. En nog één. Heel goed gedaan. Dit was de maandagochtend Pilates. Ik ga hem ook op YouTube zetten, dus daar kan je hem ook terugkijken. Hij blijft ook op deze tijdlijn staan. Er staan nog meer Pilates workouts en andere lessen. Dus helemaal goed, dankjewel. En tot de volgende keer.